denk dat vooraf niemand dit voorspeld had. En ja, winnen tegen Feyenoord en de eerste wedstrijd, dat is heerlijk. Ja, en dan gaat die lach niet van je gezicht natuurlijk. Nee, zeker niet. Ik denk dat het mooie dagen worden. En dan weer lekker focussen op de volgende wedstrijd. Ja. Hoe hebben jullie dit voor elkaar gekregen? Ja, eigenlijk in principe doen wat we altijd doen. Gewoon proberen te voetballen. Dieptes in de bal komen. Gewoon de vaste patroon van vorig jaar eigenlijk. Wel wat nieuwe jongens erbij, waardoor het iets minder op elkaar ingespeeld is. Alleen ja, volgens mij hebben we gewoon geprobeerd de hele wedstrijd te voetballen. Hun zakte wat in en wij probeerden het spel te maken. Tweede helft werden hun wat beter, kwamen ze wat vaker door de as. En ja, gelukkig door die rode kaart en uiteindelijk twee rode kaarten, ja, kunnen ze eigenlijk niet meer echt een vuist maken. Hebben ze nog wel wat kansjes, alleen komen we nog wel goed weg eigenlijk. Jij was aan het sleuren, aan het zuigen eigenlijk op die tweede achterin. Je hebt ze het heel moeilijk gemaakt vandaag. Ja, uiteindelijk wel. Ja. Zeker als hij rood pakt, dan ja, dat helpt. Jouw verdient ze toch ook? Ja, ja, dat bedoel ik. De eerste keer trapt hij erin en ja, de tweede keer eigenlijk weer. Dus ja, dat is wel lekker. Dan ga je toch wat vrijer voetballen. En, uiteindelijk doen we het wel heel slecht. Hoor. We spelen het heel slecht uit, maar hun worden gewoon veel minder. En ja, dat maakt de wedstrijd wel een stuk makkelijker eigenlijk. Je eerste Eredivisie goal, hoe voelt dat? Ja, heerlijk. Ja, goed. Zeker. Een overwinning die niet verwacht was natuurlijk. Echt bonuspunten nu. Ja, hoe is dat inderdaad? Want de vorige keer dat de Graafschap in de Eredivisie speelde, heeft het volgens mij 8 speelronden moeten duren tot die punten. Ja, dan is dit extra lekker, hè? Ja, klopt. Zeker. Dit zijn, wat je zegt, zijn bonuspunten. Niemand verwacht het. En ja, die kan je gewoon bijschrijven. Alleen ja, moet je het eigenlijk tegen de mindere clubs ook laten zien. Dan zijn het bonuspunten, want anders heb je er in principe niks aan. Dus, maar ja, als je zo begint, dan geef je wel vertrouwen natuurlijk voor de volgende wedstrijden. Nou, die clubs volgen nu eigenlijk, hè, met NAC, naar Emmen, VVV, ze komen nu in de eerste 5 wedstrijden. Ja, klopt. Daarom is het misschien wel lekker eigenlijk dat je tegen zo'n club begint. Want ja, je hebt eigenlijk niks te verliezen, je hebt alles te winnen. En als je dan nog wint, dan is het helemaal extra mooi. Als je tegen een mindere clubs wat in verliest, dan zit je er gelijk niet lekker in. Dus uiteindelijk, ja, wel prima scenario. Zo. Zegt de naam Ruslan Valeev jou wat? Hoe? Ruslan Valeev. Nee. 2002, hij maakte hem voor de Graafschap tegen Feyenoord. Het enige jaar dat de Graafschap ooit won. Goed gedaan van hem. Jij gaat ook die boeken in nu. Ja, mooi. Mooi om te zien. Ja, zeker.